De werkgever mag de werknemer niet ontslaan of op andere wijze benadelen in zijn arbeidsvoorwaarden, omdat de werknemer vaderschapsverlof zou hebben aangevraagd of vaderschapsverlof aan hem zou zijn toegekend. Elk beding in strijd hiermee is van nul en geenerlei waarde. De wet arbeidsbescherming gezin, die hierop betrekking heeft, treedt in werking op 18 september 2019. De arbeidstip, een uitgave van de afdeling voorlichting van het ministerie van Arbeid.